Nou, hopelijk zijn we allemaal een beetje opgewarmd en hebben jullie de smaakpapillen helemaal volledig aanstaan. Want het is alweer tijd voor de derde en laatste witte wijn. En dit is dus flesje nummer 1. Dit is een wijn die wordt gemaakt door wijnmaker Serre de Gerry. En dat is eigenlijk een domein wat niet eens zo heel erg groot is. Het is om en nabij de 26 hectare en ligt in de Minervois. En wat daar zo bijzonder is bij deze wijnmaker is dat de wind er eigenlijk altijd waait. En dat zorgt ervoor dat er een bepaalde frisheid in de wijnen terugkomt. Die een heerlijke levendigheid in de wijnen terugbrengen. We gaan hem nu proeven. Het is weer een hele mooie volgouden kleur. En als ik al dichterbij kom, dan begin ik al wat te ruiken. Het is volgens mij een hele aromatische wijn. Met heel veel geuren, best wel uitgesproken. Ja, heel, heel rijp fruit, een beetje tropisch. En misschien wat rozigs. Ja, dit is dus wat ik bedoel met die wind, hè? Want het heeft een hele best wel aromatische neus, maar je proeft gewoon dat er nog heel veel frisheid zit in de wijn. En dat is voor deze druif denk ik best wel welkom, want het is daardoor een heel mooi samenspel tussen het aromatische en de frisheid. Ik denk dat dit je allemans vriend is als je Aziatisch gaat eten.